Naast mij Lucas Hoekman uiteraard. Lucas, gefeliciteerd. Gisteren hadden we een gesprekje met elkaar. Toen zei je van nou, morgen hebben we 11 punten. Ja, en we hebben er nu ook 11. En dat is belangrijk. Het is goed voor de ploeg. En we hebben de hele week ook naar die 11 punten, naar die overwinning toegewerkt. We wisten dat we op deze manier aan konden sluiten naar boven. En afstand konden nemen van de onderste regionen. Ja, wat me opviel is dat vooral vanaf de zijkanten er heel actief gespeeld werd. Ik denk dat wij zo gespeeld hebben zoals we dat voor ogen hadden. We wisten dat de meeste kansen op de rechterkant lagen, vooral in de diepte. En aan de linkerkant moest Dani het meer hebben van de acties, van de passeeracties van de 1 tegen 1. En beide pakten gewoon heel goed uit. Ja, Dani was aan de linkerzijde niet altijd even succesvol, in tegenstelling tot Emiel Gouten aan de andere kant. Ja, maar je kan ze ook niet vergelijken. Kijk, Emiel die heeft het van zijn kracht en zijn snelheid en Dani meer van de souplesse. En daar zijn we allebei blij mee met zulke vleugelspitsen. Maar ieder heeft zijn specifieke kwaliteiten. En je ziet ook als we mensen gaan vervangen, dat we weer anderen kunnen inbrengen. Want dat was ook weer de kracht vanmiddag. Ja, want vorige week Dominique van der Gift en toen Patrick Pluim en Lars ten Dolle kwamen pas in de tweede helft in het veld. Nu zijn Van der Gift en ten Dolle direct in de basisopstelling. Dat hadden ze verdiend op basis van de wedstrijd vorige week. Pluim komt in het veld, speelt zijn 250ste wedstrijd voor Nunspeet. Wist je daarvan? Ik wist ervan. Ik had wel gezegd, dan moet ik hem zeker ook inbrengen. Maar voor de wedstrijd was het op dat moment ook goed. Dat we iets meer rust aan de bal kregen en dat kon je aan Pluim wel overlaten. En hij zat ook heel goed in die vierde goal, dacht ik. Hè. Dat was een uitstekende assist. Ja, absoluut. Toen ging hij heel ver door. Hij kon die man nog net achter zich houden en legde hem prima terug op Van 't Hoff. Was precies op tijd, want met zijn snelheid was het gevaar aanwezig dat ze hem in zouden lopen. Ja, want na die 3-0, of al dan nee, na de 3-1 eigenlijk moet ik zeggen, hebben we toch nog wel een hele spannende fase. Hè? Want DOS rook toch nog steeds aan de mogelijkheid om in ieder geval terug te komen in de wedstrijd. Ja, wij moesten natuurlijk Reijer wisselen. Dat is voor ons natuurlijk een belangrijke man ook in de lengte. En DOS ging opportunistisch. Ze brachten twee lange spelers in, onder andere Nick Nodrot, om gevaar te stichten. En ja, dat kan niet soms verkeerd vallen. Maar wij moeten dan beter worden in de omschakeling als we dan de bal veroveren. Dat we hem niet te snel kwijt zijn in zo'n fase. Iets meer rust. En met Pluim kwam er ook dat wel, maar nog niet voldoende. Nee, want dan wordt er heel vaak gekozen voor de lange bal. En dan is hij natuurlijk ook weer snel weer terug. Nee, je moet Pluim in de voeten zoeken. Die zorgt ervoor dat de bal vervolgens goed neergelegd wordt. En dan is het aan de andere jongens om de diepte te kiezen. Maar vond je het nog spannend die laatste 20 minuten toen het nog voor de 4-1? Nou, ik had niet echt het idee dat we in de problemen zouden komen. Die 1-0 die viel eigenlijk uit, of die 3-1 viel uit het niets. Ja, dan krijgt zo'n ploeg natuurlijk nog even het gevoel. Het was nog een kwartier. Maar nee, ik had niet echt het gevoel dat we die wedstrijd nog zouden verliezen. Maar je hebt gelijk, als een tweede er ook invalt, dan wordt het nog heel vervelend. Hey, Roelofsen valt uit. Wat voor blessure? Weet je daar al iets van? Enkel blessure. Moeten we nader bekijken. Dat weet je pas maandag. Vervelend moment met Jarni Niebeek vlak voor rust. Ja, dat was wel heel ongelukkig. En gelukkig we waren ook blij dat hij door kon. Dat het net voor rust was. Dat we in de rust even tijd hadden om hem fysiek en mentaal op te lappen. Ja. Volgende week bekervoetbal. Daarna gaat de competitie weer verder. Wel een hoop vertrouwen opgedaan zo. Hè? Twee overwinningen achter elkaar. Nou kijk, als we iets willen dit seizoen, in ieder geval niet in de problemen komen, dan moet je van de ploegen waarvan je denkt dat ze in het rechte rijtje zouden kunnen spelen, daar moet je van winnen. En zeker thuis. Heerlijk hè, nu in het linker rijtje. Dat moet zo blijven hè, dit seizoen. Ja, nou daar gaan we voor in ieder geval. Hè. Volgende week bekeren tegen SVZW, die speelde twee weken geleden ook hier. 1-1 gelijkstand. Gelijkwaardige tegenstanders? Ik denk dat een heleboel ploegen in deze competitie gelijkwaardig zijn. En dat het echt zit in hoe je aan de wedstrijd begint, welke intensiteit je als ploeg in de wedstrijd brengt. En Wierden is een van de beter voetballende ploegen en staat natuurlijk naar hun mogelijkheden wat aan de lage kant. Maar ook voor ons betekent het in de beker toch ook dat jongens die wat minder gespeeld hebben tot nu toe, die moeten ook aan de bak 90 minuten als het kan. Dat wil niet zeggen dat we het niet belangrijk vinden, maar op dit moment vind ik het ook belangrijk dat andere jongens nu de gelegenheid krijgen om zich te laten zien.
Dus met andere woorden, de beker, als het niet goed gaat in Weerde, dan is de beker is minder belangrijk dan de competitie. Dat is altijd zo, maar we willen wel graag doorbekeren, want dat is gewoon hartstikke leuk. Het kan uiteindelijk ook geld opleveren voor de club. Oké, dankjewel. Veel succes volgende week. En ja, over 2 weken gaat de competitie verder met Go Ahead Kampen. Volgens mij DTS uit. Dat klopt, DTS Ede uit. Ja. Ja. Dat is ook een zware tegenstander. We kijken gewoon van allemaal. Allemaal. En we kijken van week tot week. Oké, dankjewel. Dat was fijn. Dat was het vanuit de ontvangstkamer. Eerst heet je Piet en dan weer Fred. Ja, dat is een Fred. Zo kan het allemaal gebeuren. Ja. Maakt ook allemaal niet uit. Napraten met Lucas Hoekman, trainer van de voetbalvereniging Nunspeet. En Nunspeet wint vandaag verdiend met 4-1.